Voorzitter, in 1999 was ik zelf nog VVD-lid. Toen kwam de beruchte nacht van Wiegel, uw ere, het erelid van de VVD, het orakel van Diever, met zijn bewuste nee. En toen ging ik me afvragen, de VVD, dat wil ik graag aan mijn geachte collega vragen, staat voor Volkspartij. Het volk dat in vrijheid, dat is de tweede letter, over zichzelf in soevereiniteit mag beslissen op, en dat is de derde letter, democratisch verwijzen. Heeft de VVD eigenlijk nog enige liberale principes over? Zijn die letters, kunnen we die ook vervangen door de willekeurige Nederlandse partij? Waar staat de VVD voor? Heer Stoltenberg, ja, volgens mij was dat... Nou, volgens mij is dat nog steeds de Volkspartij van Vrijheid en Democratie. En bij democratie hoort ook dat we één keer in de vier jaar met elkaar naar de stembus kunnen. En dat is ook eigenlijk ook het fundamentele bezwaar aan dit voorstel, als het gaat om het correctief bindend referendum, dat we vinden dat dat niet past bij de representatieve vertegenwoordiging van de democratie. Mensen spreken zich uit één keer in de vier jaar en geven daarin ook het vertrouwen aan de inwoners of aan de burgers, of zeg maar, om op dat moment ook de dingen te doen die denken dat goed is. De heer Efraïm. Voorzitter, de burgers spreken zich één keer in de vier jaar uit omdat ze verder niks wordt gevraagd. Dat lijkt me volslagen duidelijk. Maar de heer Remkes, toch een niet onbekende VVD'er, die wel weer van stal wordt gehaald als er gelijk moet worden in een formatie, heeft vandaag de VVD nog opgeroepen om dit voorstel te steunen. Hoe kan dit geremd worden? Heer Stoltenberg. Dat heb ik ook gehoord, dat hij dat heeft opgeroepen. En kijk, de heer Remkes is een, heb ik hoog staan. Het is wat dat er gaat, een hele kundige man. En hij heeft volgens mij ook gesproken namens de commissie die ook het onderzoek heeft gedaan met een aantal aanbevelingen. Volgens mij een 80-tal aanbevelingen die in hun rapport stonden. En wat dat betreft zijn we het op met heel veel punten en aanbevelingen zijn we het eens. Alleen op het punt ten aanzien van het referendum niet. Tot slot de heer Efraïm. En gelukkig kan dat ook binnen de VVD. De heer Efraïm. Het is gelukkig geen fractiediscipline in de VVD, die heb ik nooit gemerkt. Maar het lijkt me nog een essentieel punt om het niet met de heer Remkes over eens te zijn. Maar goed, voorzitter, dat is natuurlijk mijn zaak niet. Ik ben geen vertegenwoordiger van de VVD, maar ik wens ze veel succes.